Hallo, mijn naam is Recep Soysal. Afgelopen zondag, 2 april, was ik aanwezig bij een zeer interessant debat in Amsterdam, in de Rode Hoed, onder de nummer Turbulent Turkije. We waren daar aanwezig allemaal. Zo even kijken, het was onder leiding van Paul Bril, schrijver Volkskrant. En de aanwezigen waren Bets Uding, schrijver, journalist en Lille Sprangers, Turkije-kenner. En dan waren ook aanwezigen advocaat Ejder Köse en parlementslid van Socialistische Partij Saadet Karabulut. Ik vond het een zeer interessant debat. Wat ik wel iets minder vond was dat er niet zoveel Turkse deelnemers aanwezig waren. Nou, laten we even kijken naar dat debat. Zijn geschiedenis van voor 2002, voordat de AKP aan de macht kwam. En hij zelf is vanaf 2003 eerste minister en daarna president geworden. Als je naar zijn hele voorgeschiedenis kijkt, zelfs vanaf dat hij een kleine jongen was, vanaf 7 jaar. Hij komt uit een gezin, zijn vader was heel anti-Kemalistisch. Dus anti-seculier, was een aanhanger van Menderes, ook iemand die beloofde de islam zijn gerechtigde plaats terug te geven in Turkije. Hij was als 17-jarige jongen, stond hij al op de barricade van de islamitische studentenbeweging, de MTTB, in Turkije. Later was hij een hele trouwe aanhanger van Erbakan met zijn verschillende islamistische partijen. En als burgemeester van Istanbul in de jaren 90. Vanuit die tijd, liet zich ook voorstaan dat hij nu als islamistische politicus de stad Istanbul in handen had, want de profeet heeft volgens de overlevering gezegd dat Constantinopel in handen zal vallen van de moslims, van de gemeenschap, dus van de islamitische gemeenschap. Dus als je naar zijn voorgeschiedenis kijkt, dan is hij altijd op weg geweest naar het afschaffen van de Kemalistische staat, van de seculiere staat. En hij heeft er in de jaren, in de beginjaren tussen 2001, de oprichting van de AKP, tot ongeveer 2009, toen er echt is afgerekend met de macht van de militairen, heeft hij zich voorgedaan als Europeaan, als man met wie het te praten valt, de leider van een land waar de minderheden hun stem zullen krijgen, dus ook de islamitische minderheden als de Aleviten, waar de Koerden hun eigen taal zouden krijgen en waar ze in de grondwet erkend zouden worden als gelijkwaardig met de Turkse burgers. Nou zeg je, hij is altijd vanaf het begin een anti-Kemalist geweest. Hè? Dus hij wilde eigenlijk gewoon de erfenis van Atatürk wilde die omverwerpen. Of daar zijn eigen staatsbestel tegenover stellen. Toch in het ontwerp, grondwet waarover nu het referendum wordt gehouden, wordt wel nog steeds Atatürk als de vader van de Turkse natie aangeduid. De grondslag van de republiek blijft, als je althans op de letter van die grondwet afgaat, blijft gehandhaafd. Ook dat is schijn, want je kan onder het motto van Turkije is een seculiere staat, of zo staat het in de grondwet en hangt het gedachtegoed van Atatürk aan, kan je toch allerlei decreten invoeren. Er een islamitische staat van maken. Maar je moet ook denken dat Atatürk ook onder heel veel aanhangers van de AKP een held is, een man met een bijna goddelijke status. Daarbij komt ook nog
Het referendum zal hij niet kunnen winnen als hij niet de steun krijgt van de nationalisten, dus van de NHP. Ja. En dus dat is eigenlijk de partij van de grijze wolven. En die zouden ook nooit toelaten dat Atatürk uit de grondwet geschrapt zou worden. Dat zou echt veel te ver gaan. Dat zou hij zeker nooit winnen als hij Atatürk uit de grondwet zou halen. Laten we het dan even hebben over de mensen die zich, laten we zeggen, min of meer zelf zien als erfgenaam van Atatürk. De seculiere oppositie, de CHP. Hoe komt het toch dat die partij zo zwak blijft? Dat die maar niet weet door te breken? Dat ze geen macht van betekenis is tegenover Erdogan? Dat komt ook door hun achtergrond. Zij hebben toch in het algemeen de militaire dictaturen altijd gesteund of zich daarvoor uitgesproken. Dus ze hebben toch niet een bepaald democratisch imago. Ze hebben ook zeker geen sterke leiders. De vorige leider moest ook aftreden omdat hij gechanteerd werd met geheime opnames in een hotelkamer waar hij was, waar hij allerlei dingen deed met een vrouw die zijn eigen vrouw niet was. En de huidige leider, Kılıçdaroğlu, die wordt door Erdogan en zijn aanhangers weggezet als hij is zowel Koerd, hij is zowel Alawit en hij komt uit Tunceli, het oude Dersim, waar in de jaren 30 de grote opstanden tegen het staatsgezag, Koerdische opstanden tegen het staatsgezag was. En het is bepaald niet een indrukwekkende figuur. Nu komt er ook nog bij dat met alle propaganda voor de ja-stemmers, dat iedereen die nee zegt, dus de CHP, Kılıçdaroğlu en zo, die zeggen stem tegen, stem nee. Die worden weggezet als terroristen, PKK'ers, Gulenisten, aanhangers van het terrorisme. Die worden ontzettend zwart gemaakt. En ze hebben heel weinig ruimte op de televisie en in de andere media. Ja. Laatste vraag in deze ronde. Over Egypte wordt wel gezegd, het land kan niet zonder een farao. Je hebt zelf in Turkije gewoond. Geldt voor Turkije eigenlijk ook niet, het land kan niet zonder een sultan? Nou, yes. Ja, de allemaal zonen van de sultan. Maar je zou het eigenlijk wel zeggen, want er is nauwelijks een periode geweest dat dat Turkije geleid werd door iemand die werkelijk democratisch was en tolerante beginselen had. En ook. Het is niet alleen de mensen die geregeerd hebben, maar ook in de mensen die tegen zijn. Gulen is een semi-god voor zijn aanhangers. Die staat hoog boven alle kritiek verheven. Öcalan, de leider van de PKK, die nu voor zijn leven gevangen is gezet, maar die wordt door zijn aanhangers ook als een god vereerd. En die heeft zijn PKK met ijzeren en bloederige hand geregeerd. Goed, oké, dankjewel. Tot zover. Mag ik dan nu Lily Spangers uitnodigen om daar laatste mee te doen? Er zijn problemen met inderdaad alle buurlanden. Er zijn grote problemen met de Verenigde Staten. De verhouding met de Sovjet-Unie is heel erg. Rusland. Rusland. Ja, dat is wel voor ons. Maar de verhouding met Rusland is heel erg op en af natuurlijk. Die is eigenlijk echt gewoon slecht. Het zijn geen landen die heel erg goed met elkaar kunnen vinden. Van oudsher al niet.
Turkije is heel erg afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Echt heel erg, in ongeveer 40-50%. Dus dat is een manoeuvreruimte die tamelijk klein is. Er zijn grote problemen met de Verenigde Staten natuurlijk, om allerlei redenen. Niet in de laatste plaats omdat de Verenigde Staten in de ogen van Turkije natuurlijk de Koerden steunt. Met name als het gaat om het verminderen van de invloed van de Islamitische Staat. Is dat waar? Is dat een correcte inschatting? Ja, de Verenigde Staten maken natuurlijk gebruik van. De EU is het enige voetvolk op de grond, zeg maar. Ja. Dus natuurlijk moeten die Koerden gesteund worden in de optiek van de Verenigde Staten. Wil je korting mee te maken met de Islamitische Staat, anders lukt dat, dat lukt sowieso niet. Dus er is af en toe een flirt met de Shanghai 5 of 6 inmiddels is dat. Dat vind ik natuurlijk interessant vanuit het Leiden Asia Center. Maar daar gaat er nergens over. En wat dus eigenlijk over het hoofd wordt gezien en ook absoluut niet wordt gedeeld met het publiek, is dat Turkije ongelooflijk afhankelijk van het buitenland is. Ze hebben voortdurend gedaan of ze een autarkische staat zijn, dat ze de eigen boek op kunnen houden, dat ze gaan behoren tot de top 10 economieën in 2023, als ze 100 jaar bestaan. Maar Turkije is de facto ongelooflijk afhankelijk van Rusland voor fossiele brandstof, ook van Iran trouwens, waar ze ook natuurlijk altijd regionale rivalen zijn, omdat de ene Soenie en de andere Shiïe is. Turkije is ongelooflijk afhankelijk van Europa. Als handelspartner, dan gaat dat wel door. Het is niet politiek te sturen. Er is natuurlijk verder geen enkel moment dat Merkel kan zeggen tegen Siemens, we gaan al over tot een handelsboycott, want dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Dus dat is niet politiek kapitaal, maar het is wel zo dat Turkije, de EU-handelspartner, het belang daarvan is de afgelopen 4-5 jaar alleen maar toegenomen. Omdat die stroom die vanaf 2008-2009 op gang kwam met handel met de omringende landen natuurlijk is stilgevallen vanwege de Arabische revolutie. Ja. Dus aanhaakstekens alles wat erbij komt. Maar Turkije is vooral, en dat gaat denk ik de komende maanden echt spelen, heel erg afhankelijk van de Europese Unie als het gaat om investeringen. Turkije heeft een hele negatieve handelsbalans, dat is altijd al geweest, dat is niet een onbakte bij, dat is altijd geweest. Er wordt heel veel geïmporteerd en die import is nodig om de industrie te laten lopen. En Turkije is nog steeds een maakindustrie, dus er is een enorm tekort op de lopende op de handelsbalans. Dat vertaalt zich een enorm tekort op de lopende rekening. Dus voor het runnen van de Turkse samenleving, de Turkse staat, moet er dus voortdurend foreign direct investment komen. En dat komt dus in een mate van 75% via of uit Europa. Okay. Dus dat is een zwak punt. Ja, ja. Laten we het nog even hebben over Turkije en Rusland. Er was een paar maanden geleden het Turks-Russisch initiatief in zaken Syrië, waarbij het er toch leek dat er sprake was van een behoorlijke toenadering tussen Ankara en Moskou. Dat die twee nu zouden proberen om iets van een nieuwe constellatie in het Midden-Oosten te creëren. Uit jouw woorden krijg ik de indruk dat je zegt, het was eigenlijk een tactische manoeuvre van Poetin, waar Erdogan eigenlijk meer als aanhangwagen fungeert dan dat hier sprake is van een echt serieuze Turkse, Turkse zet. Turkije leek vanuit het perspectief van de president in deze regering ook een baat bij te hebben, omdat ze natuurlijk in een moeilijke positie met de Verenigde Staten zaten. Dus het was heel erg prettig om dan even de Russische kaart te spelen. Dan raakt Washington heel erg geïrriteerd en dat kan een tijdje een verlichting geven. En dat is eigenlijk, vind ik, symptomatisch voor de Turkse buitenlandse politiek of de beleid van de afgelopen paar jaren. Voortdurend wordt er gereageerd op allerlei incidenten. Dan leidt tot een escalatie, zoals je dat nu ook hebt tussen Nederland. Wat er op de Turkse televisie wordt gezegd over Nederland, dat grenst aan het onbeschrijfelijk, maar echt angstzinnig. Dan weer op ruzie met Rusland, ruzie met Duitsland. En dan vroeg of laat moet hij toch weer door de pomp, omdat hij die landen nodig heeft, omdat hij dan inmiddels al die ruzie met anderen heeft. Dus het is gewoon vanuit de Turkse diplomatie bekeken echt dramatisch wat er momenteel gebeurt. Maar de invloed van de Turkse diplomatie was al aan het kelderen, omdat de Turkse diplomaten voor een heel belangrijk deel uit Kemalisten bestonden. Dus de afgelopen 8-9 jaar is dat versneld ingehaald. Maar daar heeft de Gulen-beweging dan weer een hele vieze rol in gespeeld, door allerlei examenresultaten te vervalsen en mensen dus heel snel omhoog te doen. Maar van oudsher is de diplomatiek, het core diplomatiek van Turkije is gewoon heel erg kemalistisch. Dus die zijn toch al een beetje koud gesteld. Die stonden overigens heel goed aangeschreven. De Turkse diplomatie gold als een zeer
geavanceerde en sophisticated, hoe zeg je dat? Ja, professioneel. Professionals, ja. Zeg je ook dat gewoon de kwaliteit van de Turkse diplomatie is achteruit gegaan? Nou, wat de Turkse diplomaten al hadden vanaf 2004, 2005, tot 2006, toen het met de Europese Unie slechter was, is natuurlijk heel erg ingezet vanuit Ankara op een verbetering met de relatie met de EU. En de partij en de regering heeft de eerste termijn zeker veel meer gedaan voor de toenadering dan al die regeringen daarvoor. Dat is echt gewoon een feit. Dus dat was heel erg gericht op het EU-perspectief. Toen dat dus minder werd vanaf 2006, 2007 en het vanuit Ankara steeds meer een politiek verhaal werd vanuit binnenlandse dynamiek geredeneerd, kreeg je dus de situatie dat de Turkse diplomaten dingen moesten verkopen waar ze helemaal niet in geloofden. En dat heeft natuurlijk hun rol al behoorlijk ondermijnd. En uiteindelijk is het buitenlands beleid, zeker in de situatie waar Turkije zich in bevindt, is zoals het heet chefzaggen af Dordt. Dus dan wordt het toch al heel snel naar de president goed. Hoe zou jij nu de positie van Turkije vis-à-vis het Westen definiëren? Ik bedoel, decennia lang was Turkije natuurlijk een ontzettend belangrijk land voor de NAVO, voor Europa. Het was de Zuidoostflank tijdens de Koude Oorlog. Het was de brug naar het Midden-Oosten. Dat was het nooit, hoor, de brug naar het Midden-Oosten. Nou ja, zo werd het toch wel een beetje in 1960. Ja, dat was een beetje een soort perspectief dat wij dachten, maar dat is onzin. Nou goed, voor beide dingen is niets meer over. Nee, er is helemaal niets meer over. Het is natuurlijk wel zo dat voor Turkije de NAVO veel belangrijker is dan Turkije voor de NAVO. Als ik zeg het nou goed. Ja, de NAVO is voor Turkije belangrijker dan andersom. Oh, leg eens uit. De Turkse strijdkrachten die zijn redelijk uitgehold door wat er na 15 juli is gebeurd. Maar de Turkse strijdkrachten als die iets moeten doen, ze hebben natuurlijk het grootste landleger na de Verenigde Staten. Maar voor hun technologie, maar voor hun luchtsteun en hun luchtverkenning zijn ze echt in hoge mate afhankelijk van NAVO-faciliteiten. Ja. Weet Erdogan dit ook? Ja, dat weet hij. En dat zal een koude zee moesten om de zomers te zeggen. Maar kijk, weet je, de nationale beleid is gewoon weg. Waar het om gaat, is dat binnenlands de zaak goed wordt gemanaged. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daar moet eerlijk gezegd alles voor wijken. Dus die anti-Europese retoriek, die dient een binnenlandse doel. Maar ondertussen gaat natuurlijk Europa ook de knopen tellen. En ongeacht wat de uitkomst van het referendum is, denk ik dat we een verdere verslechtering van de relaties zien. En ik denk dat het heel goed zou zijn als de Europese Unie nou eens gewoon stopt met het doen alsof er een toetredingsperspectief is. Want dat is er niet. En ik ben er een beetje bang voor dat Erdogan na het referendum de knoop gaat doorhakken dat hij stopt met Turkije, of stopt met de Europese Unie, omdat de Europese Unie hem verraden heeft, noemt het allemaal op, blablabla. En ik denk dat het helemaal niet zo gek zou zijn als de Europese Unie de moed zou vinden om te zeggen, nou, dat toetredingsperspectief, dat zetten we even in de ijskast, want dat kan helemaal niet meer. Want zeker als het ja wordt gestemd voor het referendum, is de Kopenhagen-criteria zijn helemaal... Je weet nu wat ik ga zeggen, Europa is alsmaar bang dat dan het vluchtelingenakkoord erop aangaat. Ja, nou, dat is zo. Maar dat is denk ik op termijn, dat vluchtelingenakkoord is gewoon geen houdbaar besluit. Ik denk dat een hele hoop van die vluchtelingen inmiddels niet meer zo eager zijn om naar Europa te gaan. De vluchtelingendeal zoals hij was is nauwelijks nageleefd. Er zijn nauwelijks Syrische vluchtelingen die wel recht op de status naar Europa gekomen, omdat Europa dat niet opnam. We zijn nu inmiddels ruim een jaar verder. Ik denk dat heel veel Syrische vluchtelingen inmiddels wel geloven dat ze beter in Turkije kunnen blijven. Ik denk dat dat niet zo massaal toestroom was zoals we dat hebben gezien. Maar dat is inderdaad het risico wat we lopen, maar anders blijf je pap en nat houden. En de gedachte dat Turkije die Kopenhagen-criteria gaat naleven, dat is gewoon niet meer aan de orde. En dan moet je denk ik gewoon klaar erbij zijn. Goed, we komen er in de groepsdiscussie misschien nog even op terug. Hartelijk dank. Mag ik dan nu Edje de Keuze uitnodigen om daar plaats te nemen? Wat speelt er bijvoorbeeld in alle landen? En wie is we hier? De 70 mensen die dus inderdaad lid zijn van de adviesraad. Toen was destijds was hij nog minister-president, meneer Erdogan. Die heeft de openingsspeech gedaan. Toen hebben we inderdaad met z'n allen vergaderd. Wat is de bedoeling van de YTB, van JTB? De bedoeling is dat wij, gevraagd en ongevraagd, advies geven aan de Turkse overheid
met betrekking tot de Turkse diaspora in het land zelf. Dus ik ben met mij vier andere Turkse Nederlanders bevoegd, niet verplicht, bevoegd om de Turkse overheid van advies te dienen. Ja, en waarover gaan die adviezen? Daar bestaat heel wat discussie is daar over ontstaan, vooral in de Nederlandse media, van goed, u kent het met z'n allen wel, de lange arm van. Maakt u zich niet druk daarover, want dat is niet aan de orde. Wat wij doen is naar de Turkse overheid toe adviezen geven met betrekking tot hoe wij vanuit de Turkse gemeenschap in Nederland, wat Turkije voor die mensen zou kunnen doen om het, de Turkse mensen in Turkije makkelijker te kunnen maken. Ik geef even twee voorbeelden waarvan ik dus ook inderdaad advies had ingediend en die zijn ook allebei overgenomen door de Turkse overheid. En met de derde zijn ze nu bezig. Dat heeft ten eerste betrekking met met de dienstplicht inderdaad. Ja. Toen wij werden aangesteld in 2013 was het namelijk zo dat je 3 weken nog een verplichting had om in Turkije dienstplicht te doen. En daarnaast moest je om en nabij de €5400 betalen aan de Turkse overheid om het dus af te kopen. Maar ja, we zaten toen midden in een economische crisis. En toen heb ik inderdaad ook een advies opgesteld en aan de Turkse regering meegedeeld van mensen, we kunnen 2 dingen doen. Als we op de huidige weg doorgaan, dan zullen we alleen maar zien dat er dus veel meer Turkse jongens, heren, omdat alleen heren dienstplichtig zijn, zich eventueel van de Turkse nationaliteit willen gaan ontdoen, om dus inderdaad om die verplichting uit te komen. Dat is één, of anders moeten we toch met z'n allen er iets voor doen om dat bedrag veel lager te maken. Wat is er gebeurd met dat advies? Dat is overgenomen, het is nu teruggebracht naar €1000 en die 3 weken is helemaal afgeschaft. En had het niet voor de hand gelegen dat u had gezegd, dat u in het advies aan meteen had gezegd, die dienstplicht voor Turkse Nederlanders slaat nergens op? Laat ik het zo zeggen, ik heb u net al gehoord met betrekking tot de NAVO. Het is en blijft een NAVO-land natuurlijk. Dus elke Turkse man of vrouw in het leger is ook wel een NAVO-soldaat. Ja, ja, maar het zijn toch ook Nederlanders, hè? Absoluut. Ja. Het moet dan toch niet in eerste instantie... Kijk, wat ik zelf altijd zei... Ik heb die vraag heel graag. Die is er trouwens niet, geen dienstplicht, maar... Nee, maar dat geeft niet. Kijk, waar het om gaat, destijds toen we dus inderdaad die discussie hadden... was aan mij altijd de vraag van, precies wat u net zei, van joh, het zijn toch allemaal Nederlanders? Ja, het zijn ook allemaal Turkse mensen. Laat ik even vooropstellen, elke Turkse man of vrouw die de dubbele nationaliteit heeft, zoals ik, die mag gewoon bij de Turkse overheid gewoon naar het consulaat gaan en met een verzoekschrift mag hij en zij zeggen van joh, luister, ik wil van de Turkse nationaliteit af. Dat mag gewoon. Daar is helemaal niets op tegen. Dat is anders met betrekking tot de Marokkaanse mensen. Waarom? Want in de Marokkaanse grondwet staat, 1 keer geboren als Marokkaan en je gaat dood als Marokkaan. Je kunt niet van je nationaliteit af. Dat gezegd hebbende, dan is het uiteindelijk aan dus een iedere Turkse Nederlander om te zeggen van, nou, ik behoud mijn Turkse nationaliteit of ik behoud mijn Turkse nationaliteit niet. Ik heb ervoor gekozen om dat wel te behouden. Nou, dat is meer om opportunistische redenen, om het maar zo te zeggen, dan dus om te zeggen van nou, ik voel me meer Turks en ik voel me meer Nederlands. Goed. Laten we het hebben over de gebeurtenissen in Rotterdam. U heeft daar een groot stuk over geschreven en daarin heeft u ook forse kritiek geuit op de manier waarop burgemeester Abu Talib en de Nederlandse autoriteiten in het algemeen dat hebben afgewikkeld en zich daarin hebben opgesteld. Zou je niet met terugwerkende kracht kunnen zeggen, als je nu ziet dat deze week er zo'n steekpartij in Brussel is geweest, dat de zorgen van de burgemeester van Rotterdam over de openbare orde toch misschien wel terecht waren? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Waarom niet? Vooreerst, wat ik ook heb geschreven, is het volgende. Ik vind, en met mij denk ik heel veel andere Turkse Nederlanders, dat de minister, mevrouw Kaya, niet naar Nederland had moeten komen. Laat ik dat als eerste stellen.
Echter, ze is wel gekomen. Nou, of dat allemaal was gepland of niet, ik durf te zeggen van niet, omdat ik dat van de campagneteam zelf heb gehoord. En daarnaast is dat ook gewoon in de Telegraaf en in andere media is dat volop gereconstrueerd. Goed, mevrouw is hier. En uiteindelijk wordt ze daar vastgehouden, als ik het zo mag uitdrukken. En hoe dat dan verder zich allemaal heeft ontwikkeld, had dus absoluut nooit zo ver moeten komen. En dan, in het bijzonder, kijk, we hebben een prachtig Nederlands spreekwoord waar twee ruzie hebben, hebben twee schuld. Zo simpel is het. Het feit, of althans mijn mening, mijn stelling van mevrouw had niet moeten komen, gezien toch de politieke gevoeligheid of de maatschappelijke gevoeligheid hier in Nederland, in het bijzonder naar de verkiezingen toe hier, dat staat buiten kijf. Echter, mevrouw is hier in Nederland met inderdaad een gevolg, waarbij ook in dat gevolg, nou, laten we even de security even buiten beschouwing laten, de zaakwaarnemende ambassadeur ook in dat gevolg zit en ook een consulaat van Deventer. En al die mensen zijn die avond onrechtmatig gewoon vastgehouden. Nou, wat bedoel ik daarmee? Kijk, je kunt inderdaad, als Nederland zeggen, terecht onterecht, dat laat ik voor iedereen, ja, aan ieder zichzelf, zeggen van joh, het is ongewenst dat meneer Çavuşoğlu, minister van Buitenlandse Zaken, naar Nederland komt. En uiteindelijk is die zaterdagochtend, zijn ook de landingsrechten ingetrokken. Nou, dan gaat op de een of andere gekke wijze een proces daar in zijn werk, waarbij dus mevrouw Kaya, die toch in Duitsland was om mensen daar toe te spreken en dergelijke, in het kader van de aankomende referendum, die heeft gemeend om dan maar inderdaad met de auto naar Nederland te komen. Moet ik doorgaan? Ja, wordt het een hele monoloog. Nee, maar laten we even zeggen, wat is er dan, waarom mag burgemeester Abu Talib het punt van de openbare orde niet aanvoeren? Waarom is dat niet een... Kijk, dan krijgen we een juridische vraagstuk. Ik wil het graag even proberen heel kort uit te leggen. Wij hebben in Nederland vrijheid van meningsuiting. Wij hebben in Nederland vrijheid van vereniging. Wij hebben in Nederland vrij vergaren van nieuws. Het feit dat dus welke politicus ook dan vanuit Turkije naar Nederland komt, of het nou een ja of een nee campagne is, dat zou op zich niet zoveel moeten uitmaken. Wanneer wij hier met z'n allen hier binnen zitten en wij verkondigen onze ideeën, of het dan dus de buitenwereld sowieso interessant is of niet, of welgevallig is of niet, maakt niet uit. Vrijheid van meningsuiting is er juist om ervoor te zorgen dat die mensen de vrijheid hebben om die mening te uiten. Ook al zou je het verwerpen. Ik zelf zeg van nee, ik verwerp het niet. Ik denk maar u weet ook wel dat de Nederlandse regering bereid was om een redelijk besloten kleinere bijeenkomst toe te staan onder bepaalde voorwaarden, juist met het oog op de openbare orde. Dus die vrijheid van meningsuiting, die er overigens in dit geval was om de vrijheid van meningsuiting toch voor een deel af te schaffen, die was er wel. Waar moet ik als eerste op reageren? Nou, op uw stelling van beide. De vrijheid van meningsuiting wordt afgeschaft? U bedoelt over het referendum? Ja. Zullen we het daar straks over hebben? Nou, want dat is... Nee, maar het gaat me nu vooral om het punt, waarom is... Het argument van... Kijk meneer, er moet, wanneer een burgemeester zegt van nou, ik ga van tevoren al, ja, zonder dat hij of zij weet van wat er allemaal gaat gebeuren of wat er allemaal niet gaat gebeuren, van tevoren al te kennen geeft van ik ga alles verbieden wat er maar te verbieden was op grond van het openbare orde aspect, dat is gewoon ongrondwettelijk. Ja. Kijk, juridica die gaat pas altijd achteraf werken. En ik durf mijn snorren op het spel te zetten, dat wanneer mijn snor op het spel te zetten, dat wanneer dit straks inderdaad voor de rechter komt, dat absoluut de Turken in het gelijk wordt gesteld. Want dat zijn de spelregels wat wij met elkaar hebben afgesproken. Je kunt niet van tevoren iets verbieden. Helemaal in het bijzonder niet, als er dus daarvoor, want vorig jaar, of pardon, in 2015 zijn er ook al bijeenkomsten en dergelijke geweest, waar dus eigenlijk nooit iets is voorgevallen. En ook al zou je, zeg door de veiligheidsdiensten of de criminele inlichtingeenheid of wat dan ook,
inlichting hebben gekregen van nou, er zullen vast en zeker wel ook maar ordeaspecten zijn, er zullen verstoringen zijn, er zullen andere mensen zijn die tegenkampen enzovoort, dan heb je juist als de gemeente de plicht om ervoor te zorgen en de politie, en in dit geval dus Abu Taleb, zoveel mogelijk politie op de been te brengen, om ervoor te zorgen dat die man of vrouw of wie dan ook wel degelijk daar mag gaan spreken. En niet andersom. Goed. U heeft gezegd, u zei net, waar er twee bekvechten hebben er twee schuld, waar twee ruzie maken hebben er twee schuld. Toch zegt u in datzelfde stuk waarin u scherpe kritiek uit op Abu Taleb en de Nederlandse regering, zegt u dat Nederland zijn excuses moet aanbieden aan Turkije. Nou kan ik me voorstellen dat Nederland ook misschien reden heeft om niet te zeggen, nou laat Turkije ergens voor bepaalde dingen zijn excuses aanbieden. Als die twee excuses, moeten we die niet tegen elkaar wegstrepen dan minimaal? Kijk, uiteindelijk ook excuses aanbieden is een heel politiek iets. Laten wij bijvoorbeeld kijken naar het... Nou, dat gaat te ver om dan nu Indonesië en dergelijke bij te halen, ga ik helemaal niet doen. Maar het aanbieden van excuses van een overheid naar een andere overheid toe, dat is ook een politiek besluit op zichzelf. Echter, wat ik inderdaad heb aangegeven is dat er in 2013 een soortgelijk iets aan de orde is geweest hier in ons land. En dat is dat de Russische ambassadeur, niet de ambassadeur, maar de consul-generaal, meneer Borodin, die was in 2013 thuis opgepakt omdat hij dus zijn vrouw of zijn kindje had mishandeld. Het was een van de twee. En die was meegenomen naar het politiebureau. Nou, toen kwamen ze daar pas achter van, hey, dit is de Russische consul-generaal. En nou, toen is gewoon, ik dacht Rutte ook weer gewoon, nee, niet Rutte, maar de minister van Buitenlandse Zaken. Ik denk dat het toenmalig Timmermans nog was. Ja. Ja, goed, toen die heeft, dat was inderdaad een diplomatiek incident. Nu is er sprake van een algehele, nou toch scherp politiek conflict tussen Nederland en Turkije. Vindt u dat Nederland eenzijdig daarvoor zijn excuses moet aanbieden? Kijk, nogmaals, waar twee vechten hebben twee schuld. In dat licht gezien zal er ook wel, ben ik van overtuigd, straks na het referendum, laten we niet vergeten, dames en heren, kijk, we hebben nu net de verkiezingen achter de rug, dat dit natuurlijk ook heel erg verkiezingsretoriek was naar, ja, gewoon naar ons allen toe. Rutte die even laat zien van, joh, luister eens, wanneer het erop aankomt, dan kan ik er nogal wat van. Prima, dat is zijn grootste recht, zou ik durven te zeggen. Abu Taleb, waarvan ik denk, die speelt voor partijvoorzitterschap van de Partij van de Arbeid, nog niet, want die staat op 9. Dat gaat vanzelf wel stijgen. Maar dat zijn toch wel allemaal binnenlandse politieke elementen die we denk ik ook niet uit het oog moeten gaan verliezen. Goed. En dan komt natuurlijk nog eens een keer erbij dat dit hele gedoe, Erdogan wel aan de ene kant heel erg goed uitkomt. Hoe je het ook wendt of keert, je kunt van Erdogan vinden wat je ervan vindt, maar het is echt een politieke straatvechter. Ja, hij weet echt wel wat hij aan het doen is om de Turken inderdaad naar zich toe te trekken. Vindt u het erg dat het Erdogan goed uitkomt? Nee. Met andere woorden, bent u een ja of een nee stemmer in het referendum? Ja, of het Erdogan goed uitkomt of niet. Ik moet toch even een paar nuanceringen aanbrengen. Want het is altijd het moeilijkste, dames en heren, vooral naar het publiek toe. Kijk, wanneer ik ergens word uitgenodigd, dan ben ik of voor of tegen Erdogan. Dat is één van de twee. Ja? En als het zo is, dan komen er vanzelf wel vragen met betrekking tot mijn loyaliteit. Wat nu als Nederland en Turkije met elkaar in oorlog zouden gaan, bla bla bla. Maar ik stel u loyaliteit niet. Ik geef het gewoon of aan het publiek mee. Ja. Kijk, nuanceringen brengen in een verhaal is het moeilijkste wat er is. Want daar moet je dan dus inderdaad voldoende ruimte voor krijgen om dan te kunnen zeggen van ja, maar enzovoort. Ja, ik stem ja. Waarom stem ik ja? Omdat het niet eens om Erdogan gaat. Erdogan zelf is nu al de machtigste man van Turkije. Ik hoor deze twee dames al dat ontkennen als ze denken dat dat niet zo is. Want hij is al de machtigste man van Turkije. Hij is absoluut niet. Ja? Kijk, Erdogan heeft zelf, maar dat is mijn theorie. Ik heb dit nergens op de Turkse tv gehoord of iets dergelijks. Die man is al de machtigste persoon daar in Turkije. Hij is de president en hij is ook nog eens een keer de leider van de partij. Die dan dus nu ook absolute meerderheid in het parlement heeft. Ik denk zelf dat Erdogan het presidentiële systeem wat dus nu in een referendum wordt, waarover zal worden gestemd,
heeft bedacht, niet eens bedacht, maar het is meer dat systeem van, joh, na mij, na Erdogan, zou Turkije ook moeten doorgaan. En wat Turkije tot het moment dat in 2002 de AK-partij aan de macht kwam, heeft gezien, is een land van coalitie. En laten we dat met z'n allen wel zijn, dames en heren. Sinds dat Balkenende, wat was het, 1, 2 en 3, ik dacht nog dat wij 3 Balkenendes hebben gehad, en daarna Rutte 1 en 2. Kijk, alleen Rutte 2 heeft er net uitgezeten. Daarvoor, van Balkenende 1 tot en met Rutte 1, coalitieland in een economische crisis, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat wij om de 1,5-2 jaar met z'n allen weer naar de stembus moesten gaan. En zo was het in Turkije namelijk ook. Ja? Hoe je het ook bent of keert, het feit dat er dan dus inderdaad een leider komt of een partij komt die het voor het zeggen heeft, maar puur gekomen daar vanwege verkiezingen, heeft er wel voor gezorgd dat dus in die 15 jaar een enorme leap naar voren is gekomen. Goed, oké. U heeft uw punt gemaakt. Goed. De ene kant van het verhaal is, denk ik, en daar komt natuurlijk heel veel zeer vandaan en een voedingsbodem voor waarom Turkse Nederlanders of een deel van de Turkse Nederlanders toch zo hangen aan Turkije. Dat is dat wij, denk ik, een falend integratiebeleid hebben gehad. Te weinig ook met elkaar erin zijn geslaagd dat wij allemaal Nederlanders zijn. Dus ook die Turkse Nederlanders. Vandaar dat er raden voor Turken in het buitenland zijn die inspelen op allerlei soms reële behoeftes. Daarmee ook een politiek instrument in handen van Erdogan. En anderzijds dat de Nederlandse regering in buitenlandbeleid veel te soft is geweest. En het ja, meest recente voorbeeld en ook het voorbeeld dat iedereen heeft kunnen volgen is natuurlijk het sluiten van een Turkije-deal onder omstandigheden waarvan we wisten dat inderdaad Turkije ver verwijderd was van de Kopenhagen-criteria, de mensenrechten onder druk stonden en inderdaad, als we kijken vanuit onze eigen waarden, althans zeggen waar we voor te staan als Europa, maar ook als Nederland, ja, dat die deal nooit gesloten had kunnen worden. En daarmee is voor een deel zijn politiek gelegitimeerd. Nou ja, vervolgens zie je dat ze stappen verder gaan. Dat is allemaal na die deal gebeurd. En ik was heel erg blij dat in al die jaren, want er zijn heel veel incidenten geweest, daar kunnen we het wellicht straks ook over hebben, heel veel incidenten geweest waar we toch een beetje een dubbele houding hadden. De Turkse regering niet duidelijk is gemaakt dat het gaat om onze Nederlandse onderdanen, er niet is voldoende is ingespeeld via de integratiepolitiek. Maar als laatste, vlak voor de verkiezingen zeker, wellicht heeft dat effect gehad op Rutte, dat hij dacht ik ga niet duidelijk zijn, is gezegd tot hier en niet verder. En dat was niet zomaar, dat miste ik een beetje in uw verhaal. Dat was natuurlijk omdat na de afschuwelijke coup-poging, de mislukte coup-poging, hier die spanningen ook zijn gegroeid. Er worden op dit moment Turkse Nederlanders, dus gewoon Nederlanders, het gaat ons allemaal aan, geïntimideerd. Er zijn lijsten geleverd met namen van mensen op die lijsten. Ja, we gaan het daar nog maar, even maar, he, dat had dus een hele duidelijke oorzaak, namelijk het exporteren van die Turkse politiek naar de Nederlandse samenleving. Ja, en waarom dat dan hier zo ontvangen wordt, dat is even vers 2. En ik daar is dat importeren, niet het exporteren. Worden het namelijk importeren in plaats van dat het wordt geëxporteerd. Oké. Okay. Maar whatever, feit is dat het inderdaad gebeurt. En dat hier nog een stap weer verder werd gegaan, namelijk onder de omstandigheid dat feitelijk de facto de rechtsstaat op dit moment niet functioneert in Turkije. Een omstreden referendum wordt gehouden waarbij er nauwelijks meer sprake is van onafhankelijke pers. Een deel van de oppositie in het gevangen zit. Turkije inmiddels helaas op nummer 1 staat wat betreft het aantal journalisten in de gevangenis. Onder die omstandigheden, dus dat die zijn feitelijk, op dit moment wordt het land per decreet geregeerd, illegale manier van regeren wil legaliseren, in combinatie met de binnenlandse spanningen, heeft de Nederlandse overheid gezegd, nee, dit gaan we zo niet doen. En dat had men eigenlijk te respecteren. Oké, okay. Laten we nog even teruggaan. U zei, Nederland heeft in het verleden niet duidelijk genoeg grenzen gesteld. Nu nou eens een concreet voorbeeld waarin we dat hebben nagelaten. Nou, weet je, wat ik is natuurlijk voortdurend via het consulaat wordt er van alles en nog wat georganiseerd. Dat hebben we met de kliklijn gehad.
het aanleveren van namen. We hebben het gehad met het pleegjongetje Yunus. Dat vond ik zelf een heel pijnlijk voorbeeld. Dat pleegjongetje had pleegouders, een lesbisch stel. En nou ja, daar werd vanuit de Turkse media echt op een verschrikkelijke manier over bericht. En toen is ook vanuit Turkije gezegd, kijk, ziet u nou de Nederlandse samenleving, die respecteert niet de islamitische achtergrond van deze kinderen. Kijk wat ze daarmee doen. En de meest afschuwelijke beelden zijn daar getoond. En in die zin is ze ook direct geïnterveneerd in de Nederlandse situatie. In plaats van het natuurlijk aan Nederland te laten, want het was een Nederlandse aangelegenheid. Ja. En van daaruit zijn weer allerlei projecten opgestart ook, om mensen weer te helpen. Maar wat heeft Nederland daar dan niet voldoende tegenovergesteld? Nou ja, door heel duidelijk te maken dat het onze staatsburgers zijn, dat wij niet wensen dat die interventie plaatsvindt. En ook de structuren, en dat is natuurlijk het derde aspect, de structuren die er zijn in Nederland, die, nou ja, misschien in uw woorden, de problematiek dan weer importeren, namelijk de organisaties Diyanet, hè, de hele moskeekoepel en het bestuur daarvan die vanuit Turkije wordt betaald en aangestuurd, maar ook het Nederlands consulaat. Nou, inmiddels hebben we een raad voor de Turken in het buitenland, Miligurus, al die structuren die eigenlijk een verlengstuk zijn van de Turkse politiek. Daarmee, dat is al die jaren lang, decennia lang, is dat eigenlijk bestendigd. En langs die lijnen, soms etnisch, politiek, religieuze lijnen, is ook vormgegeven aan de integratiepolitiek. En dat had al lang veranderd moeten zijn. En natuurlijk heb je daar ook de mensen voor nodig. Ik bedoel, dat is vers 2. Natuurlijk heb je daarvoor ook nodig dat je een politiek van insluiting voert, hè, pleur op en dat soort taal. Dat helpt daarbij niet. Natuurlijk heb je daarbij nodig dat je inspeelt op de reële behoeften van mensen. Het bestrijden van segregatie, het geven van goed onderwijs. Maar ook de ruimte geven voor die individuele ontwikkeling. U zegt dus eigenlijk dat Nederland eigenlijk altijd met de verkeerde Turkse organisaties heeft overlegd. Is dat wat u zegt? Ja, dat is één. Maar het was ook makkelijk. Het was vanuit het verzuilingsdenken, terwijl de verzuiling natuurlijk al lang voorbij was in Nederland, werd met migranten wel gedacht alsof zij allemaal in één bepaalde zuil pasten. Nou, dat was makkelijk. Die organisaties, het was een beetje één op één vanuit Turkije en iedereen in de eigen zuil. Ja, waarmee een gigantisch probleem voor de integratie, maar ook onderling. Ik bedoel, het grootste kwaad, daar hebben we het niet over, heeft Erdogan natuurlijk aangericht richting de Turkse Nederlanders hier in Nederland. Ik bedoel, een deel daarvan die voelt zich echt ongelooflijk ongemakkelijk. Die worden in de nek aangekeken. Die hebben nu dat stempel alsof het allemaal Erdogan-adepten zijn. Aan de andere kant zijn die, ja, die scheidslijnen die je toch van oudsher door de geschiedenis en door die organisaties waren, die zijn alleen maar versterkt. Vervolgens hebben wij hier natuurlijk ook last van extreem rechts en allerlei vormen van populisme. Dus ja, die samenleving en die polarisatie is enorm gevoed door hem. U heeft het over Turkse Nederlanders die dus, zegt u, door Turkije vanuit Ankara onder druk worden gezet, geïntimideerd. Nou, er is één bekend geval, een CDA-raadslid in Rotterdam heeft zijn werkzaamheden opgeschort omdat hij vindt dat hij te veel onder druk wordt gezet. Hij wordt als Gulenist afgeschilderd. Wat kun je daar nou als Nederland aan doen? Wat moet je doen om, laten we zeggen, die dreigende polarisatie binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap, om dat te voorkomen? Ja, allereerst zorgen dat je binnenland op orde hebt. Dus dat betekent een goed werkend integratiebeleid. Nu is dat natuurlijk op de korte termijn, dat keren, dat wordt nu wel erkend, dat heeft gewoon jaren nodig. Maar heel belangrijk in dit geval is dat je degene die geïntimideerd worden, de slachtoffers dus, beschermt en ook uitzoekt uit welke hoek die intimidaties en bedreigingen komen. Kijk, we hebben in het verleden, 2 jaar terug meen ik, hebben wij al de brief vanuit de AKP gehad, de verkiezingsbrief, waarin mensen werden opgeroepen om op de AKP te stemmen. We weten nog steeds niet hoe ze aan die adressen zijn gekomen. Er zijn inmiddels lijsten opgesteld met namen van mensen. De consul die heeft zich via Abu Talib wel eens bemoeid met binnenlandse aangelegenheden, namelijk waarom staat u een bepaalde demonstratie toe. En nu hebben we inderdaad nog steeds, en steeds meer lijkt het wel, mensen die geïntimideerd worden tot aan een Rotterdams raadslid toe, die zijn werk gewoon niet meer kan doen. Dus dat moet echt tot op de bodem uitgezocht worden. En je moet daarbij ook, en daar liggen 2 moties ook van mijn hand, maar breed gesteund,
ook in kaart brengen welke mechanismen dat zijn en wie welke rol speelt, welke individuen dat zijn. En op basis van wat voor ligt als een strafbaar feit is, moet je mensen natuurlijk gewoon vervolgen, klaar. Door relschoppers moet je aanpakken. Maar de meer subtiele mechanismen, dat zul je toch eerst bloot moeten leggen. En op die manier toch ervoor zorgen en iedere keer weer aan de kant staan van onze democratische waarden. Dus ja. Dat mensen zich wel durven. En ik merk wel, ook is dat heel erg moeilijk en heel erg naar, dat dit gebeurt. Ik had het al 2 jaar geleden gezegd van als dit zo doorgaat, het gaat ten koste van onze vrijheid. Het is niet eens, het gaat om ons allemaal. Toch merk ik dat het ook met zich meebrengt dat steeds meer mensen zich wel durven uit te spreken. Ik word ook van alle kanten opgebeld door mensen uit verschillende steden die zeggen, nou weet je, hartstikke goed, ik ben blij dat je uitspreekt. Wij denken ook na om ons te organiseren. En ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk ook dat het heel belangrijk is personen zoals mijn buurman zich uitspreken tegen die waanzinnige teksten van zo iemand als Erdogan. Zich uitspreken voor het samenleven hier. Dat is denk ik wat er is. Nu bent u zelf, of laten we zeggen, uw familie is van Koerdische afkomst. Merkt u dat zelf ook in uw persoonlijke leven of in uw politieke functioneren, dat u dat wordt nagedragen? Wordt u voortdurend met de PKK op één hoop gegooid? Ja, ja. Ja. Kijk, weet je, en hoe gaat u daarmee om? Ja, goed, denk ik. Het is een beetje een open deur die ik even openzetten. Het is echt verschrikkelijk naar, maar het viel hier ook al aan tafel. Het is gewoon één brok politiek natuurlijk. Dat label van terroristen en PKK, inmiddels hebben steeds meer groepen het gekregen. Dus in die zin, ja, misschien brengt het ook wel een bepaald soort van verbinding tot stand. Dat wordt gebruikt en ingezet om mensen monddood te maken, om mensen te intimideren. Nou, ja, ik laat me niet intimideren, ik ben gewoon Nederlands volksvertegenwoordiger. En voor mij is het juist reden te meer om dit soort zaken te doorbreken, want het is gewoon in triest en treurig dat nieuwe generaties dit met de paplepel ingegoten krijgen. Dus het is vervelend, het is naar, maar daar moet je zeker niet door laten weerhouden en dan helemaal niet als volksvertegenwoordiger. Ja, goed. Even de laatste vraag voordat we weer de anderen bij het gesprek betrekken. Lili Spangers zei, misschien wordt het tijd dat we als Europa helderheid verschaffen en zeggen, die gesprekken over toetreding van Turkije tot de Europese Unie, daar zetten we in ieder geval tijdelijk, of misschien wel voorgoed, een streep onder. Wat vindt u? Ik ben daar zeer mee eens. Er zijn denk ik een aantal zaken die we moeten uitspreken. Het eerste is inderdaad het opschorten van de toetredingsonderhandelingen. Ik bedoel, als wij onze waarden en gestelde criteria serieus nemen, dat had eigenlijk gisteren al moeten gebeuren. Dus ik zie niet in waarom dat nog formeel niet is gebeurd. Dat is zeer waar. Ik denk dat het enorm belangrijk is dat we voorkomen dat er nog meer wapens die kant op gaan. Dat geldt voor Turkije, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor Saudi-Arabië, die een verschrikkelijke oorlog in het buurland Jemen aan het uitvechten is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we de daaraan gekoppelde zaken, zoals de 6 miljard aan middelen voor Turkije en visumliberalisatie, dat hangt er eigenlijk allemaal mee samen, dat we dat ook herzien. Okay. En de keuze, wat zou u daarvan vinden als Europa dat zou zeggen tegen Turkije? Ik denk zelf dat de Turken het al lang al weten, wellicht dat Europa het nog niet weet, dat Turkije dus nooit lid zal worden van de Europese Unie. Dat weten de Turken al lang. Dat weet Erdogan ook al lang. Ja. Het enige is, hij kan er, dit is gewoon mijn eigen opinie hoor, dus niet van YTB en dergelijke. Het enige is dat hij dat inderdaad naar de Arabische landen of naar andere exportlanden voor Turkije toch wel even kan laten zien van, luister eens, wij zijn nog steeds met Europa in onderhandeling ten aanzien van toetreding. Ik hoor net inderdaad de beide dames zeggen van, joh, laten we heel duidelijk zijn. Ja, absoluut. Maar feitelijk zijn er helemaal geen toetredingshandelingen. Er is ooit, 2005 geloof ik, is dus met Turkije besloten van, goed, we gaan weer verder. Nou, we zijn weer inmiddels vanaf 2005 tot 2017, 12 jaar verder. En er is nog geen één chapter, bij wijze van spreken, is uitonderhandeld. Dus ook de Turken weten heel erg goed van, luister, dit is gewoon een mission impossible.
En u zal er geen traan om laten. Nou, het gaat niet om mij. Kijk, op het moment, laat ik het zo zeggen, op het moment dat of Europa of Turkije zou zeggen, heel ondubbelzinnig, van wij kappen hiermee, dus we gaan ook het hele associatierecht, het is heel juridisch, maar dan betekent alleen maar dat alle Turkse Nederlanders zullen gaan verliezen. Punt. Want er zijn bepaalde rechten die vanuit het associatierecht Turkse mensen toekomen, die dan dus inderdaad dan niet meer aan de orde zal zijn. Echter, dat is uiteindelijk politiek, om te zeggen van ja, we gaan er mee door of we gaan er niet mee door, maar zoals het nu aan de orde is en dan een jaartje al dat het 50, 60 jaar duurt, ook die Turken die zijn echt niet op een achteruit gegaan. Maar de reden is natuurlijk, kijk, ik zou het fantastisch vinden als Turkije wel zou voldoen aan de criteria, als wel vorderingen zouden worden gemaakt, als de vrijheid van meningsuiting, de rechtsstaat, en erkenning van Cyprus en al die zaken, als we daarin wel de goede richting zouden optreden. Met andere woorden, de reden dat wij zeggen, je moet het nu opschorten, is omdat we Turkije alleen maar zien afglijden, zoals de Venetië-commissie ook heeft opgeschreven, naar een autocratie. En om die reden is het punt echt wel aangekomen, of zijn we op het punt beland dat je moet zeggen, opschorten nu. Zodra Turkije zich een andere kant, en ik wens dat Turkije en de Turken in alle diversiteit toe, want laten we niet vergeten dat Turkije ook een hele grote groep is die juist meer diversiteit, meer democratie wil en af wil van het systeem, ja, dan kan er natuurlijk gesproken worden. Oké. Betsy Udink, misschien iets meer in het algemeen. Erdal Balci zei in zijn column, bij een ja-uitslag van het referendum is de discussie over de plaats van Turkije afgelopen. Ben je het daarmee eens? Ja, dat lijkt me. 17 april lijkt me de zaak beklonken. Als het als de meerderheid ja is, dan is het afgelopen. Erdogan heeft bovendien aangekondigd dat hij kort, als dit referendum voor hem een succes is, dat hij kort daarna weer een referendum zal, arme Turken die alsmaar ja en nee moeten zeggen. Weer een referendum en dan over inderdaad het afkappen door Turkije. Maar wel een referendum, dus dat wordt niet door hem zelf uitgeschreven. Hè? Het decreet waar u het net over had. Kijk, laten we niet vergeten, dames en heren. Laten we het even uitspreken. Zijn van de discussie. En het tweede referendum wat hij heeft aangekondigd is, hij heeft gezegd, mijn volk, mijn natie, die wil ik horen over het opnieuw instellen van de doodstraf. Dat is al een ook al genoeg reden om voorgoed de onderhandelingen te stoppen. En het is erg sympathiek van jou om te zeggen natuurlijk dat jij ook wenst voor Turkije dat vrijheid van meningsuiting zal komen. Maar zolang Erdogan nog gezond blijft, want zijn gezondheid is nou niet optimaal. Hij heeft twee keer een operatie gehad wegens darmkanker en niemand weet hoe het nou met zijn gezondheid ervoor staat. Maar in ieder geval, al deze amendementen van de grondwet, die zijn lente zou hebben. Dan krijg je die chaos waarvoor Erdogan nou zegt te waarschuwen. Maar het is helemaal toegespitst op hem. De president mag twee termijnen en er is zelfs nog een mogelijkheid, een kleine mogelijkheid, dat de president drie termijnen zal dienen. Dus als hij gezond blijft, kan hij tot 2034 regeren. Als het gaat volgens de regels tot 2029, dat is een mooie wens om een democratie toe te wensen, maar dat zit er niet in. Mag ik misschien wat verbeteren? Ik vraag even nog ook aan Willy Spangers. Bij een ja is de discussie over de plaats van Turkije afgelopen. Ja. Ja? Iets dichter bij de microfoon. Ja. En wat betekent dat? Het heeft allemaal niets meer met de democratie te maken dan. Dus dat moet gewoon Europa zeggen. Oké, we hebben voor de twijfel gegeven, voor de maatcriteria, nog de extra tijd.
ja, gewoon door. De duale unie kan misschien zelfs blijven bestaan, want je zegt niet, we desavoureren Turkije als lidmaat, schort de onderhandelingen op. Door de omstandigheden is met andere landen ook eerder gebeurd. Dus dan verander je het echt. Wat je verandert is dat heel duidelijk wordt voor inderdaad het imago van Turkije in het Midden-Oosten en op de Caucasus en noem maar op. Dat de Europa heel duidelijk laat zien dat de richting waarin Turkije zich beweegt niet de goede is wat betreft het Midden-Oosten. En dan hoeven we ook niet meer dat gesteggel over mensenrechten en persvrijheid, want dan gaan we Turkije gewoon behandelen zoals. En dat ze dus inderdaad ook gewoon moeten laten zien dat ze primair Nederlanders zijn. Want het probleem, en dat is ook in het integratiebeleid altijd geweest, en nog steeds, is dat de Nederlandse overheid praat met groepen. Maar het gros van de Nederlanders met een Turkse achtergrond behoort niet tot een groep. Dat zijn gewoon mensen met een baan, gewoon mensen met een opleiding, met kinderen op Nederlandse clubjes. Die leven hier als individuen en die zijn onzichtbaar voor ons, omdat wij ons met de Nederlandse overheid... Wij, de mensen nu in deze zaal, wat kunnen wij nou betekenen bij elkaar over onze eigen probleem hier in Nederland? Wat kunnen wij als Turks migranten of Nederlander bij elkaar onze krachten te bundelen hier betekenen over de Turks gemeenschap hier in Nederland? Wij hebben nu een bom in onze hand. Ja, okay, echt een bom in onze hand. Okay, hoe kunnen wij nou onze krachten te bundelen dat wij het integratieproces op de... Okay. Dat inderdaad, als Europa en Nederland zo doorgaan, dat hij de Europese steden onveilig zal maken. Natieoverblijfsvergelijking met fascisme, et cetera. Dat kan natuurlijk absoluut niet. En ik denk dat nu het punt is gekomen. Of dat nou de conservatieve Turken zijn, de seculiere Turken, Turkse Nederlanders, het maakt me allemaal niet uit. Om te zeggen, ho, stop tot hier en niet verder. En ik zie dat en proef dat bij steeds meer mensen. En ik denk dat het aan de andere kant voor ons alle van belang is dat we niet dezelfde fout maken, namelijk in xenofobie angst verzanden door iedereen, alle mensen met een Turks-Nederlandse achtergrond, te zien als de vijand. Dus in gesprek blijven, uitspreken en met z'n allen zeggen, dit kan niet. Ik denk dat het nu echt het moment is voor alle Turkse Nederlanders om zich uit te spreken. Meneer Keuze, mee eens? Ik ben het absoluut mee eens wanneer ik mevrouw Karabulut hoor zeggen van het kan natuurlijk niet dat Erdogan Nederland uitmaakt voor fascisme, nazisme enzovoort. Ik bedoel, het mogen wel duidelijk zijn, zo beleef ik het in ieder geval niet. Kan je dat ook in Ankara zeggen bij de volgende vergadering? Absoluut. We willen dat graag doen. Misschien wat subsidie. Gaan we het ja? Goed, bij deze. Vergeet dat indruk achterlaten. Het zit er niet voor. Kijk, ik hoorde net meneer ook zeggen over minderheden enzovoort. Ik hoorde u ook net zeggen over de Koerden. Kijk, ik zie en ik merk ook, en dat is eerlijk gezegd altijd voor mij het moeilijkste. En als ik zo gewoon de sfeer hier proef, anti-Erdogan sfeer, dat is wel heel erg aanwezig hier. En dat mag ook, dat is ook helemaal niet erg of iets dergelijks, dat is juist het fijne. Maar het zou denk ik ook wel de discussie ten goede komen. Als ik dan toch een ander standpunt zou innemen, want anders zitten we alleen maar voor eigen parochie te zingen, bij wijze van spreken. En daar heb je ook graag de gelegenheid voor gegeven. Uitstekend. Nee, geen probleem. Okay. Met betrekking toch tot de Koerden en de Koerdische problematiek enzovoort. Dames en heren, het was toch ook echt Erdogan die nu een jaartje of 6 geleden bijna eigenlijk politiek zelfmoord heeft gepleegd om dus gewoon... Hij is weg. Nepal-arm.
Oké, dit was niet onderdeel van het programma. Ik weet even op dit moment niet waardoor dit komt, maar het klinkt als een... ...van de NAVO en hoe betrouwbaar Turkije als lid van de NAVO. Oké, nou, allereerst Lili Spangers. Ja. Ja, kijk, ik zei al eerder, voor Turkije is de NAVO belangrijker dan andersom. Er worden natuurlijk met name vragen gesteld aan betrouwbaarheid. Af en toe doet Turkije ook uitstapjes naar China en Rusland om wapensystemen te kopen. Dat is natuurlijk volkomen ondenkbaar dat die in NAVO-verband gebruikt kunnen worden. Dus dat is retoriek, dat moeten we ook zo zien. Ik denk dat de NAVO voorlopig niets gaat doen. Eerder hebben ze natuurlijk Griekenland ook een tijdje kalt moeten stellen, om het zo maar te zeggen, onder het kolonelsregime. Ik denk dat de NAVO met de Amerikanen eerst eventjes in het Midden-Oosten de IS-factor wil hebben weg. Dan kijken wat er met Syrië gebeurt. Dan kijken of de vluchtelingen terug kunnen. Dan kijken of er iets van stabiliteit in de regio. En dan zal denk ik op enig moment de verhouding met Turkije moeten worden geëvalueerd. Maar het kan zomaar zijn dat Turkije na al deze exercities, praten toch minimaal over 3-4 jaar, inmiddels eieren voor het geld heeft gekozen. En de republiek een andere is dan die we doen horen. Oké, een andere vraag. Die mevrouw daar. Ja. Dank u, Santé. Ik wil even terug naar de binnenlandse situatie. Want we zijn nou is... Vrouwtje Santé. Ja, okay. We zijn heel erg bezig om ook die, de diaspora zeg maar, te benoemen. Maar als we naar de verkiezingsuitslag krijgen van 15 maart, dan zien we eigenlijk dat Nederland een soort lappendeken is van allerlei gelijkgestemden zitten allemaal op een eigen eilandje in dit land. Dat heeft consequenties voor de coalitievorming, maar het heeft ook consequenties, denk ik, voor het feit dat, wat is het gemeenschappelijk belang? Iedereen fietst zijn eigen feestje, of sommigen een verdrietig feestje, anderen een blij feestje na 16 maart. Maar het slagen van de integratiepolitiek zal ook samenhangen met het feit, denk ik, dat we een nieuwe visie zouden moeten ontwikkelen op integratie. Over hoe gaan we met z'n allen in dit land niet alleen kennis, maar ook macht delen. En ik hoor u wel heel erg iedereen zeggen van dat moeten we allemaal doen. Maar ik denk dat als je erbij wilt horen, dan moet je ook mee kunnen beslissen. En niet alleen tot een bepaalde hoogte mee kunnen doen. Je wilt de kritische vragen. Dus ja. Ik wil graag weten, is er ook ergens iets, die Turkse Nederlanders moet zich uitspreken. Maar vervolgens, kunnen ze dan ook ergens bij aansluiten waar het gedeelde belang weer terecht komt. Oké. Ja, dat is een hele belangrijke. Ik pleit al een tijdje voor het inclusief Nederlanderschap. En dat klinkt heel vaag, maar dat is het niet. Dat betekent dat je met z'n allen staat voor die rechtsstaat en gelijke rechten en plichten hebt. Van daaruit is het ook niet meer dan logisch dat je verdedigt de mensenrechten en dat je je uitspreekt over de ontwikkelingen, althans het gescheld van zo'n meneer die dan vervolgens ook nog eens hier probeert de boel te polariseren. Daartegenover hoort natuurlijk dat de overheid de condities moet scheppen, of wij met z'n allen de condities moeten scheppen, politieke partijen, vervolgens uitvoering daarin geven, dat je samen kunt leven. Ik denk dat een heel belangrijk punt voor de komende jaren is dat wij inderdaad investeren in samen naar school gaan. Dus een goed onderwijsklimaat waarbij kinderen elkaar ontmoeten. Feitelijk is nu al, en dat is niet alleen maar met kinderen van migranten zo, maar in verschillende, je ziet dat allerlei mensen en groepen langs elkaar zijn gaan leven. En dat heeft te maken met onderwijssegregatie. Dus het aanpakken van de segregatie in de buurten en de wijken, het scheppen van gelijke rechten, maar ook zoiets als discriminatie, arbeidsmarktdiscriminatie, echt een gigantisch groot probleem. Daar eindelijk eens een keer werk van maken, want we lullen erover, want ik heb op zich wel een idee van hoe we dat zouden moeten aanpakken, maar dat echt aantonen, zodat mensen denken, hé, inderdaad, het wordt niet alleen maar gezegd, maar ik maak ook onderdeel uit van deze groep. En ik denk dat je dan vanzelf ook die social bonding krijgt, dus die gemeenschap, op kleine schaal, vanuit de buurt, op school en op het werk, waar we eigenlijk allemaal naar op zoek zijn. Oké, ik heb onvoldoende geloof naar links gekeken. Ja? Nee, even een microfoon erbij graag. Is er nog een microfoon in de buurt? Ja, hier. Deze hier, graag. En een echte korte vraag, en dat is de voorlaatste vraag. Ja, mijn naam is Imre Rossel. Ik heb vragen aan mevrouw Karamoulut.
Hoe kan het dat een paar weken nadat het hele politiek zich geschaard heeft achter meneer Rutte tegen meneer Erdogan, dat toch een motie van uw hand om die wapenexport op te schorten, dat toch wordt afgewezen door het gehele politieke midden? Wat is daar in godsnaam gebeurd? Oké. Ja, ik denk dat daar toch de andere belangen dan de menselijke belangen zwaarder wegen. En wat zijn die andere belangen? Nou, die andere belangen zijn gewoon de belangen van de wapenindustrie, de verhouding met Turkije in de NAVO. Ik bedoel, op het moment dat Nederland een wapenembargo zou instellen, dat is een heel duidelijk politiek signaal. En ik denk dat men toch niet zo ver heeft durven gaan. Hetzelfde gebeurde overigens afgelopen week als het gaat om een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië, die nu echt een hele vuile oorlog in Jemen aan het voeren is. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat wij misschien met z'n allen nog wat meer druk moeten uitoefenen. En dan ben ik van overtuigd dat het wel een keertje gaat lukken. Goed. De laatste vraag, die meneer daar. Ja. De laatste vraag betekent dat u een hele goede vraag moet stellen. Ja, ik zal even kort een vraag stellen. Ik was mijn naam is Ejab Soysal, ik ben van Turkskrant, Milligas en Doskrant. Oké. Okay. Ik was op 11 maart zelf aanwezig in Rotterdam en het publiek was eigenlijk heel erg stil. En de politie ging heel snel ingrijpen, terwijl het onnodig was. Ik wil mijn vraag stellen over Trajan'sı, wat wel bekend staat in Turkse kringen dat hij gewoon veto is. Hij is eigenlijk gedreigd na die incidenten op 11 maart, omdat men denkt dat hij ook banden heeft van die ingrijpen. Want, er wordt beweerd dat er een hebben we het over het gemeenteraadslid? Ja. Okay. Er zijn beweringen, want zoals we het, ik heb gisteren gehoord via, dat de laatste woord niet door Rutte, maar door de Bhutan is gegeven om in te grijpen, zeg maar. Dat eigenlijk ook Trajan'sı heel nauw bij betrokken is, daardoor het gekomen is. Dus hij was niet gedreigd voor 11 maart, maar hij is wel bedreigd na 11 maart, omdat men denkt dat hij ook betrekking heeft tot die rellen. Ja, maar als en wat is daar de vraag bij? Mijn vraag is, als er wordt gezegd, ja, hij wordt gedreigd, wordt er ook wel gekeken naar de situaties? Wordt er ook gekeken van, was het wel nodig om in te grijpen? Maar dus er wordt eigenlijk heel snel een conclusie getrokken. Maar meneer heeft het over Ventu, dat bestaat niet eens. Dat is een verzinsel. Ja, kom op, u zegt, dat is diverse een verzinsel van de Turkse die generaals die u net ziet, dat zijn allemaal Ventu. Cuba bestaat, maar er bestaat geen verzinsel. Ventu is niet een hapje uit een stekwarmje, maar Ventu is de organisatie, de terroristische organisatie van de Ventu. Dat is een benaming die inderdaad moet staan. Maar meneer, ik bedoel, het is heel simpel. Ik ken de feiten ook niet. Maar we leven in een rechtsstaat. Op het moment dat de heer Yasser of ik of wie dan ook in uw ogen iets verkeerd zou hebben gedaan, dus laat staan een terrorist zou zijn, dan moet u gewoon aangifte gaan doen. Dat geeft mensen niet het recht, met andere woorden, om te intimideren, om te bedreigen. En dat is wat we als eerste met elkaar moeten afspreken en uitspreken. Ja, mag ik nog één ding? Het is ook ruim over 5:30 en we hebben hier de goede gewoonte om ons enigszins aan de tijd te houden. Dus ik maak een eind aan deze discussie. Ik dank de panelleden zeer hartelijk. Er is een oud correspondent in Ankara geweest die ooit heeft gezegd: het bijzondere van Turkije is dat het in staat is om zichzelf af en toe opnieuw uit te vinden. Ik krijg van de discussie mee dat we deze stelregel ook moeten gaan toepassen op de Turkse Nederlanders en dat het dan misschien toch weer iets beter wordt. Ik dank u zeer voor uw aandacht. De bar is open.